Wat willen ze bereiken? Ja, wat ze willen bereiken, dat is heel erg lastig. Deze man is dood. Ze zijn nog bezig met zijn materiaal te doorzoeken. Maar waarschijnlijk past zijn motief toch wel heel erg bij die strategie van IS. Mm-hmm. Wat IS in 2015 heeft ontwikkeld. Wat een Oostenrijkse IS-ganger heeft ontwikkeld. Die preekte in een moskee waar deze dader ook heen ging waarschijnlijk. En dat de strategie heet elimineer de grijze zone. Schakel alle mensen uit die van goede wil zijn, die in het midden zitten, die genuanceerd zijn. Drijf een wig in de samenleving. Dat heeft Sebastian Kurz, de Bundeskanzler, ook gezegd. Dat is wat ze willen. Ze drijven een wig tussen moslims en de rest. En Kurz heeft gezegd, en Macron ook, dat laten we niet gebeuren. Meneer Marcouch, hoe zouden moslims moeten omgaan met deze, ja, misschien wel nieuwe manier van het organiseren? Ja, kijk, ik denk dat het doel van dit soort aanslagen en dit soort figuren is ook angst zaaien. En groepen inderdaad tegenover elkaar zetten. En dat is wat we niet moeten laten gebeuren. Dus de generalisatie van de moslims. Ik denk, dat moeten we niet laten gebeuren. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we de samenleving betrekken bij de strijd tegen radicalisering. En dan is in dit specifieke geval, specifieke probleem van dit soort radicalen en terroristen, is het bondgenootschap met de moslims heel erg belangrijk. Hè? Dus we hebben politiediensten, we zitten in de wijken, de scholen, ouders. Maar de islamitische gemeenschap, omdat het ook gaat over het weerspreken van een ideologie, religieuze opvattingen. Ik denk ook dat het moment van de hele verontwaardiging bijvoorbeeld over de cartoons, de belediging van de profeet. En als je ziet wat de reactie is van de islamitische Arabische wereld, de leiders daarvan. Mm-hmm. Die zijn allemaal ziedend en woedend over de cartoons. In minder mate over, laten we zeggen, de onthoofding van de leraar. Ja. Dat maakt dat er een soort van een drang is bij dit soort figuren die eigenlijk al min of meer klaarstaan om iets te doen. Dat die urgentie en de legitimiteit aanwezig lijkt te zijn om dit soort aanslagen te plegen. Dus dat gevaar en risico wordt groter. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om de islamitische gemeenschappen, zoals we de samenleving breed, ook te betrekken bij de oplossing. Dus ze niet aanspreken op, want er is maar één verantwoordelijk voor de daad. En dat is de dader zelf en de groepering. Maar die gemeenschap is wel heel erg belangrijk om betrokken te worden bij de oplossing.